Elke dag een ziekelijke stortvloed ontvangen aan telefoontjes en appjes. En dat er zelfs mensen dreigend op de stoep staan. Dat is de bikkelharde realiteit voor mensen die te maken hebben met een stalker. Hoe heftig ook, helaas gaat de politie niet altijd over tot vervolging, omdat overtuigend bewijs ontbreekt. Presentator Thijs Zeeman laat het er gelukkig niet bij zitten. Maakt zich hard voor de slachtoffers en confronteert daders. En hij staat hier zo waar naast. Matthijs, derde seizoen. Zeker. Was het een heftig seizoen? Ja, het wordt een heftig seizoen. Ja. Het is altijd een beetje ingewikkeld om te zeggen, het wordt het heftigste seizoen ooit. Ja, want, dat moet je vanuit een wervend karakter eigenlijk wel zeggen. Ja, dat moet je wel zeggen. Alleen, het schuurt natuurlijk ook ergens, omdat het gaat over echte problemen. Ja. Het gaat over problemen die mensen, die enorm veel beslag op mensen levens leggen. En dan ga ik hier een beetje zeggen, het was spectaculair. Ja. Maar het was het wel, ja. Het is altijd een beetje een wisselwerking wat dat betreft. Ja. Hey, tienduizenden mensen in Nederland krijgen ermee te maken. Recent ook nog uit mijn eigen kennissenkring hoor ik een heel heftig verhaal. Heel veel mensen in Nederland hebben ermee te maken. Ja. Ja. Ja, het wordt steeds meer, in ieder geval, het probleem wordt steeds bekender. Dus steeds meer mensen durven er ook mee naar buiten te komen. Ja. Kijk, het is niet de heftigste vorm van criminaliteit. Het is ook geen wedstrijd. Maar precies is het extreem zwaar. Het is extreem zwaar. Want ook op het moment dat er niks gebeurt, dan denkt een slachtoffer, waar is het? Waar is hij? Precies, waar is zij? Ik heb geen controle. En dat maakt het slopend. En voor de politie, dat is natuurlijk daarom is ook het feit dat wij al zo lang bestaan, betekent ook, omdat het voor de politie mega moeilijk is om het op te lossen. Ja. Maakt het ook een uniek programma. Heel veel programma's die in misdaad, over misdaad worden gemaakt, is er niet zo'n hoge oplossingsdichtheid. Nee. Dat is hier wel, omdat de politie zelf ook weet, het is voor ons te arbeidsintensief. Ja. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Ja, het is heel veel werk in. En het is, wat iemand doet is ook lang niet altijd meteen een overtreding. Het zit soms een beetje in het grijze gebied. Het is heel lastig. En je moet, dat is wat je tot nu toe nog het meeste ziet. Je moet als rechercheur heel goed weten waar je over praat. Ja. Kijk, als jij appjes krijgt, ik hou van jou. Even de lichtste vorm van stalking, want dat bedoelt is veel heftiger. Maar je krijgt dat tientallen keren per uur zelfs. Ja, dan wanneer kwalificeer je nou precies dat stalking is? Het is heel lastig. Je moet het patroon heel goed zien en dat is vaak het probleem. Jij krijgt dan mailtjes van mensen van help mij, samen met Nico. Ja. Wat zijn jullie criteria om voor van deze zaak gaan we wat mee doen? Bewijs. Dus laat ik zo zeggen, wij dragen het belangrijkste bewijs aan. Maar een zaak, wij moeten van tevoren heel duidelijk weten, dit is geen fantasieverhaal. Ja. Dat betekent dat we een aantal richtlijnen hebben waar een nou ja, goed, wij noemen dat kandidaten. Maar het zijn slachtoffers, dus het verhaal moet geloofwaardig overkomen. Daarna moet er bewijsmateriaal gestuurd worden van hetgeen wat al gebeurd is. Kijk, ik kan wel tegen mensen zeggen, Wilson stalkt mij. Ja. Als ik daar geen bewijs van kan aandragen, begint het al te rammelen. Precies. Nee, en dan begint ons onderzoek. En dan, dat is de uitdaging die altijd voor ons op ons te wachten ligt. Hoe gaan we bewijsmateriaal vinden tegen deze stalker? Wat hebben we nodig? Hebben we observaties nodig? Hebben we technisch onderzoek nodig? Hebben we uitlokking nodig? Ja, dat is altijd de vraag. Laten we heel eventjes een concrete zaak erbij pakken. Een fragment uit de aflevering. Het gaat over Suzy. Die wordt gestalkt door haar ex-Jan. En hij gaat zo te werk om het haar leven zuur te maken. We zijn 15 minuutjes onderweg. En Jan rijdt richting de plek waar Suzy verdwenen is. Nu rijden we het centrum in. Het is definitief. Jan rijdt nu de wijk in waar Suzy is. Jan weet op mysterieuze wijze Suzy dus toch weer te vinden. En dat terwijl hij niet achter haar aan heeft kunnen rijden en ze ruim 20 kilometer verderop zit. Jan blijft vervolgens rondcirkelen rondom de plek waar Suzy staat geparkeerd. En dan krijgen we het laatste stuk bewijs waar we op wachten. Hij komt nu bij haar auto, checkt haar auto en steekt haar banden leg. Ja, bingo. Ik ben er even stil van. Ja. Hij is, ik weet dat die man is boven de 50. Ja. En dan ga je de banden wegsteken van je ex, omdat je zo boos bent. Ja, ja, het is voor ons heel moeilijk voor te stellen. De bezetenheid waarmee dit gebeurt. Kijk, het is een fragment, maar wat je hier vooral ziet,
Hij kan het niet verkroppen dat de relatie voorbij is. En hij kan het zeker niet verkroppen dat zij aan het daten is met andere mannen. Maar ze zijn al een hele tijd uit elkaar. Ja. Hij weet haar continu te vinden. Uiteindelijk vinden we waarom. Maar het was heel moeilijk omdat die auto continu ergens anders stond, ja, om dat vast te leggen. Dus dan moet je echt op hete daad betrappen. Ja. Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen. Nee. Dat is het moeilijkste. Ja, ja, ja. Want ja, ben je er net op dat moment bij. Dan moet je heel veel uren insteken. Dan moet je heel veel uren insteken. Wachten. Ja, en dan ja, kijk, los van het feit dat het afschuwelijk is, is dit voor ons natuurlijk een groot succes. Ja. Want hiermee los je de zaken op. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, hebben zij nou ook samen kinderen? Nee, gelukkig niet. Gelukkig zij niet. Heeft wel kinderen. Ja, zij heeft kinderen uit een andere relatie. Die worden ook meegenomen in deze stalking. Haar zoon spreekt Jan op een gegeven moment ook aan op de stalking van zijn moeder. Daar hebben we hem voor gewaarschuwd, want dat is echt een heel belangrijk punt. Doe dat niet. Ik snap de behoefte. Ik snap ook de behoefte dat je als zoon denkt, ik spreek hem daarop aan. En waarom is het advies om dat niet te doen? Feit is dat je wordt overmand door emotie, ja, boosheid. Jij gaat over de schreef. De politie houdt jou aan niet te stalken. Want het is heel moeilijk om je in te houden. Dat snap ik ook. Laat mij nou dit doen. Ja. Want ik ben er emotioneel veel minder bij betrokken. Ik heb er ervaring in om die vent in ieder geval zover te krijgen dat hij niks meer gaat doen. In ieder geval laten we hopen dat dat lukt. Want als je het zelf gaat doen, een knal is zo uitgedeeld en dan zit jij uiteindelijk in de cel. Hoe is jullie, Nico van der Dries is oud-marechaussee, bekend privédetective, jouw collega in deze. Nou, rechterhand zo. Rechterhand. Ja. Hoe is jullie relatie met de politie? Want uiteindelijk, weet je wel, doe je ook een beetje het werk voor hun. In een ideale wereld is de politie er blij mee, maar soms denken ze ook wel eens van ja, nu ziet de wereld dat wij het soms ook een beetje af moeten laten weten. Hoe is die verhouding? Ja, die is over het algemeen eigenlijk heel goed. Ja. We bestaan al heel lang. Hè? We hebben het een keer bij SBS gedaan en nu hebben we bij RTL. Dus dat betekent dat we een lange relatie hebben met verschillende korps. Het is wisselend. Hè? Soms kent een korps ons niet. En dan is natuurlijk de Pavlov vaak van televisie buiten houden. Dat kunnen we niet, kunnen we niet vertrouwen. Nee. Je ziet ook wel eens in zaken dat ze dan in één keer die stalker gaan oppakken voordat wij iets hebben kunnen doen. Dus, dus dat is heel vervelend, want ze hebben vaak daar te weinig bewijsmateriaal voor en wij kunnen dan niks meer. Nee. Maar dat wordt steeds meer een uitzondering. Je ziet gewoon dat wij zijn een partij waar ze zaken mee kunnen doen, om het maar zo te zeggen. Wij zijn te vertrouwen. Dat is heel belangrijk. En je merkt gewoon dat er vaak echt wel een wil is bij de politie. Maar dat er gewoon geldgebrek is. Of dat er, kijk, een onderzoek kan maar x aantal. Er liggen gewoon veel te veel zaken liggen erop. Precies, op de plank. Precies. Ja. Dus je ziet wel. Hè, en kijk, wij kunnen wel aandragen, maar vervolgens moeten ze het zelf uitrechercheren. En dat is ook de verhouding. Ja. Wij gaan niet met een trots vingertje zeggen van, hey, we hebben jullie werk even gedaan. Nee. Zij moeten vervolgens met ons materiaal ook weer hun werk doen. Dus als we dat met elkaar kunnen afspreken, zijn we allemaal blij. Als jij je confrontaties terugkijkt, hè, van de afgelopen jaren, stopt het stalken naar die uitzending? Of zijn er ook gasten die graag gewoon hardcore doorgaan? Gelukkig kan ik zeggen dat het misschien zelfs wel 90, ruim 90% echt wel stopt. Ja. Je hebt natuurlijk altijd, kijk, de meeste stalkers hebben mentale problemen. Ja, ja. Die hebben hulp nodig. Nou, wij zijn vanuit ons programma en ook vanuit RTL geven we zelfs ook de stalker echt de mogelijkheid om in therapie te gaan. Ja. Dus dat helpt. Dat is ook namelijk heel belangrijk. Je hebt de verantwoordelijkheid. Dus ja, het resultaat is hoog. Maar goed, ook dit seizoen zul je zien dat we een zaak die we vorig jaar dachten te hebben opgelost, toch weer een nieuw hoofdstuk aan hebben moeten toevoegen. En dan pakken we het gewoon weer op. Ja. Hey, en zo'n zaak met Susie, je mag natuurlijk niet zeggen hoe het afloopt, want anders gaan we niet meer kijken, maar een beetje bevredigend daarover? We zijn heel blij. En met name zijn we heel blij omdat we gewoon kijk, soms is het zo, dan kunnen we aan iemand vertellen, dit is jouw stalker. Ja. Maar dat was Susie inmiddels ook bekend. Ja, want soms weet je helemaal niet wie het is. Nee, en soms denken mensen te weten, dat zul je dit seizoen ook wel zien, denken mensen te weten, dit is mijn stalker. Het is er niet. Okay. Dit seizoen is er zelfs een veroordeelde stalker die wij, waarvan wij hebben bewezen dat het hem niet is. Okay. Dus dat wordt serieus. Alleen, wat hier heel fijn is, is dat we bewijsmateriaal hebben aangedragen waar Susie echt iets mee kan. Ja. En waar Jan heel goed weet dat het spel echt wel uit is. Dus we voelen ons als team heel gelukkig eigenlijk met deze zaak. Los van het feit natuurlijk dat Susie
ja, moet hier weer verder mijn leven? Moet dit ook weer een plek geven? Is lastig. Hey, tot slot, hè. Je bent overgestapt 2019. Ja. Van SBS6 naar RTL. Ja. Nu komt er natuurlijk weer een fusie aan. Ja. Dus ben je nog tevreden daar? Ik ben heel erg tevreden. Ja, ik denk dat we zeker... ik zit bij RTL 5. We zijn daar bezig samen met Kees van der Spek om echt een blok te bouwen. Ik denk dat we daar heel goed in slagen. Het is een hele rustige organisatie. Dus dat is altijd... Ja. Daar werk ik het fijnst in. Ja. En bij een concurrent is het wat onrustiger, zeg maar. Althans, kan het wel eens... Nou ja, zeker nu. Zeker nu. Ja. Laten we maar niet te veel zeggen. Maar goed, wij hebben met RTL natuurlijk ook wel wat met de Voice te stellen gehad. Ja. Maar... het is een goede organisatie en we kijken in dat opzicht ook wel met vertrouwen naar de fusie. Maar laten we hopen dat, dat de cultuur zoals die nu heerst, dat die blijft. Ja. Hey, wat ga je nog meer maken? Want je had het met Kees van der Spek over een blok. Dit is natuurlijk ontzettend arbeidsintensief gestolkt. Zeker. Kun je er nog dingen bij doen? Ja, wij Zeeman confronteert stalkers, maar we hebben ook een Zeeman confronteert algemeen. Dat heet gewoon Zeeman confronteert. Dat komt in het najaar weer terug. Waarbij we veel meer zaken dan alleen stalking gaan pakken. Maar daar was vorig jaar het eerste seizoen van. En daar hebben we ook weer heel veel learnings uitgetrokken. Dat we toch heel erg gaan kijken naar personen. Ja. Personen die over de schreef gaan. Personen die bepaalde delicten plegen. Want ik merk gewoon dat dat uiteindelijk de hoek is waar dat mij persoonlijk ook het meeste interesseert. Ja. Dus het assortiment is uitgebreid en daar hopen we de komende jaren gewoon mee door te gaan. Zeeman confronteert in ieder geval, dat is deze dit seizoen. Stalkers, het is dinsdagavond om 8:30 te zien, RTL 5. Zeker. Thijs Zeeman, dankjewel. Dankjewel, Wilson.